Wij zijn het eerste booking- en managementkantoor voor drag queens in de Benelux. Van de hele grote bedrijfsevenementen met 600 mensen tot privéfeestjes. Dat ging heel snel. Ze willen natuurlijk het allerliefst gewoon weer terug op het podium. Dus ik begon heel erg op te kijken tegen mensen, de queens vooral ook, die wel helemaal zichzelf durfden te zijn. Het is heel makkelijk om in de pas mee te lopen. En op een gegeven moment was ik er zo godvergeten klaar mee. Van harte welkom bij weer een nieuwe video van 7D-TV. En op 7D-TV interview ik ondernemers. En dat doe ik om jou te inspireren. Dus ben je nou zelf ondernemer of zou je ondernemer willen worden? Of vind je ondernemerschap gewoon tof? Abonneer je dan op 7D-TV. Er staan al 1000 interviews op. En deze komt er nu bij. En bij mij te gast Danielle Jiskoot. Danielle, van harte welkom. Dankjewel. Namens The Drag Agency, hè? Ja, ja. Ja. Vertel eens. Nou, wij zijn het eerste booking- en managementkantoor voor drag queens in de Benelux. Ja. En wij zijn eind 2019 gestart. Timing. Dus voor de hele scherpe luisteraar, net voor corona. Ja. En wij zagen dat er officieel nog geen representatie was voor drag talenten hier in de Benelux. Terwijl in Amerika deze talenten al miljoenen volgers hebben op social media, tv-programma's, brand deals doen. En we dachten, dat moet hier ook. Of tenminste in Europa zo groot mogelijk. Dus toen zijn we ook gestart. Het is een groeimarkt, hè, om maar zo te zeggen. Want ik sprak in een ander interview toevallig een tv-baas. En die had het over dat nu ook in tv-land is het echt helemaal op TLC. Volgens mij heb je nu iets met drag queens zo schijnbaar. Ja, en ook op Videoland hier in Nederland. Drag Race Holland is net geweest. Ja. En een aantal van onze talenten zaten daar ook in. Ja. Dus het wordt steeds bekender. Want het zijpelt natuurlijk ook uit Amerika een beetje door hierheen. Mm. Mensen willen ook steeds meer inclusie op tv. Andere gezichten zien, andere rolmodellen. Ja. Dus daarom zien we het. En ze waren nog niet vertegenwoordigd in een bureau? Nee. In een agency? Nee. En hoe kwam je in die drag scene terecht dan? Ja, dat is een heel verhaal. Nou ja, daar zit je voor. Ik ben zelf geen queen. Nee, nou wel, maar geen drag queen. Maar geen drag queen, nee. Geen drag queen. En ik was eigenlijk al heel lang heel erg fan van drag performers. Want ik kom zelf uit bedrijfsleven en heb altijd geleerd, weet je, je moet een jasje, tasje en strak in het pak. Ja. En toen ik eenmaal op beeld, dus voornamelijk RuPaul's Drag Race had het programma. Toen ik dat ging kijken, zag hoe deze performers zich konden kleden, zich konden uiten, hoe ze konden zijn, vond ik het heel inspirerend. Dus ik ging in Amsterdam naar drag shows. Club Nix heb ik vaak gestaan. Hele mooie club in de Reguliere Dwarsstraat in Amsterdam. En ik was helemaal fan van ze. Dus ik ben op die manier een beetje in contact gekomen ermee. En toen in 2019 was ik jarig. En toen organiseerde ik zelf een playback show. Want mijn allerleukste programma vroeger was de mini playback show van verraad wel iets over je leeftijd. Ja, nee, precies. Ja, een beetje. Ik ga verder niks over zeggen. Nee. Dus dat was mijn lievelingsprogramma. Dus ik dacht, nou weet je, dat ga ik dan organiseren. En hoe vet is dan een drag queen dat kan komen presenteren. Ja. Henny Huisman was bezet. Ik heb letterlijk zijn management gebeld. Ik zei, jongens, kan Henny Huis komen? Als je had gekund, was hij gekomen natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Weet je, komt hij even een half uurtje. Ja. Maar die kon niet. Nee. En het leek me sowieso heel gaaf als een queen dan kon komen presenteren. Dus in ieder geval een lip sync act te doen, iedereen een beetje los te maken. Dus Hoax Le Beau, die kwam langs. Drag queen Hoax Le Beau. Joost, in het dagelijks leven. Joost Gimbel, out of track is het Joost. En Joost, hoe noem je dat? Out of track? Out of track. Ja, dus out of in drag en out of track. Oh, dat is vakjargon. Ja. Oké, ja. Dus out of drag Joost. Out of drag is het Joost. Okay. Ja. En het is Hoax Le Beau in drag. Ja. En Hoax die had zelf in het programma De Diva in mei al gezeten. Was ook een programma met 3 queens die mensen een makeover gingen geven om meer zelfvertrouwen te krijgen. Dus Hoax die stond op het podium. Dacht ik, weet je wat gaaf als ik een workshop kan organiseren met Hoax. Hm. Want als mensen nou iets meer kunnen leren van queens over hoe ze hun zelfvertrouwen krijgen op het podium. Weet je, niet weer iemand in zo'n jasje of weet je, die we eigenlijk altijd voorbij zien komen. Mm-hmm. Leek me heel vet. Dus toen ben ik met Hoax koffie gaan drinken. En zei ik, goh, je bent super beroemd. Weet je, wie is je management of wie representeert je? Ja, ja, ja. En Hoax zei, dat bestaat eigenlijk nog niet. Of dat heb ik in ieder geval nog niet. Hm. En toen dachten we, nou, weet je, let's try. Ze hebben allemaal hele idiote namen bedacht voor een agency. En toen besloten we eigenlijk to the point, de drag agency. Klonk ook al vet. Ja. Dachten, nou ja, dan doen we dat. Toen zijn we met kerst begonnen in 2019. En ze hadden we 3 talenten in het begin. Toen eind januari al 7. En dat ging eigenlijk als een trein. Dus, en dan heb je gewoon een soort boekings. De businessmodel is dan gewoon, jij, ik kan een drag queen bij jou boeken. En jij tikt daar dan een x% op af als agency. En de rest is voor de artiest. Ja,
Dus de artiest krijgt een fee. Ja. En wij krijgen letterlijk gewoon een boekingsfee erbovenop. Ja. Ja. Dus er wordt er niet van afgenomen, dat komt erbovenop. Nee, het komt erbovenop. Ja. 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 Het is echt een boekingskantoor. En ging dat lopen begin 2020? Ja, en dat wou ik net zeggen. Dat ging heel hard lopen. We hadden het ontzettend druk tot in maart. Dus we dachten, weet je, gat in de markt. We kunnen echt een impact leveren. Mensen helpen hiermee. Ja. Van een hele grote bedrijfsevenement met 600 mensen tot privéfeestjes. Dat ging heel snel. En toen kwam corona. En dat begon in januari. We hoorden het als een gonzen van, nou, daar is een virus en er gaat wat komen. En we dachten toch, nou ja, dat het zal wel meevallen. En toen in maart begonnen de boekingen gecanceld te worden. Halverwege maart was de agenda leeg. En toen was het eigenlijk nul boeking in april. Dus toen was er complete paniek. Want niet alleen wat moeten wij doen als agency, maar vooral wat moeten die artiesten dan? Want die zitten nu opeens op de bank. En dat was niet de bedoeling. Mm. Dus wij hebben eigenlijk toen besloten, we gooien het helemaal om en wij gaan online. Ja. Dus ik heb zelf voorheen sales marketing gedaan. En ik kende heel veel bedrijven daardoor. Ik zie, weet je, jullie zijn miserable thuis en iedereen vindt het saai. En wij hebben prachtige artiesten op de bank zitten. We gaan iets online doen. Dus dat zijn we sinds toen aan het doen. En wat voor producten, waar moet ik dan aan denken? Wat gaan die gasten dan doen in Zoom? Nou, dames, dus de queens. Oh, sorry. Nee, is oké. Okay. Ja. Die doen vaak een nieuwe wereld, hè? Ja, precies. Ja. Weet je, ja. Ik zeg het gewoon. Ze doen vaak bijvoorbeeld een bingo of een pubquiz. Dus zo zijn we ook begonnen, dus heel klein. Tuurlijk, pubquiz is helemaal hot online nu. Ja, daarom. En super lachen ook. Ja. En zo'n queen kan het natuurlijk waanzinnig. En die hosten dat natuurlijk perfect, ja. die dames. Precies. Vrijmibootjes en zo allemaal. Ja, dance challenges hebben we gedaan, van alles. Hey, en is dat gaan lopen? Ja, dat is in het begin ging dat ontzettend hard. We noemen het ook een energizer. Dus deden we het een half uur. Ja. Dus even een presence van een queen. En dat ging zodanig hard dat we dachten, we moeten hier ook meer activiteit omheen gaan bedenken. Dus niet alleen een half uurtje, maar dat je ook een soort pakketten krijgt. Ja. Maar echt met bedrijven, ik mag niet alle namen noemen, maar de Talent Institute heeft meegedaan. Red Bull wat meegedaan. Ja. Met Vodafone Ziggo werken we heel veel samen, heel fijn team. Dus die hebben allemaal die sessies geboekt en toen werd dat eigenlijk ons enige businessmodel. Als je nu kijkt, we leven nu begin 2021, nog steeds niks offline, zeg maar. Nee. Hoe draait het agency? Is het al een model waar je echt van kan leven? Of? Bijna. Dus we zagen eind vorig jaar zijn we er echt heel veel op in gaan zetten. Dus we zijn gaan opbouwen vanaf april, gekeken, oké, is dit echt interessant? Dus vooral voor de queens, vinden jullie het leuk? Willen jullie het blijven doen? Want het is een inkomen. En we zagen dat vaak was het een live performance voor ze, maar dan gewoon achter een camera. Dus we zijn eind vorig jaar echt op in gaan zetten. En dus nu gaan we er ook steeds beter van zelf draaien. Dus we kunnen er bijna van leven. En we hebben het ook doorgetrokken. Dus eerst was het achter een camera, een queen, een quiz of een bingo. Toen zijn we ook samen met de HR-professional, Dielke van Woensel, zijn we ook een teambuilding programma gaan maken van 2 uur. En dan krijg je allemaal challenges met je team met 2 queens. Geweldig. En het grootste pakket, noem het, is dus echt een live performance. Dus dan hebben we een technisch partner erbij, Walt Wonderschmidt. Doe een online event. Ja, dus echt met camera's. Dus je hebt een hele studio waar ze in performen. Ja. Weet je, mensen thuis kunnen genieten van een DJ en een queen die host. Er is een heel podium, een hele setting. Je hebt het idee dat je bij een concert bent. Ja. Of bij een optreden. Hey, die drag queens, hè? Wat zijn dat voor mensen? Hoe zou je die kunnen omschrijven? Nee, want ze hebben allemaal een letterlijk een soort van masker. Maar er zit dus een dubbel. Ze zijn en drag queen en ze zijn, hoe noemen we dat? Out of dinges? Out of drag. Ja. Wat zijn het voor mensen? Wat drijft ze? Waarom doen ze dit? Kun je daar iets over zeggen? Of kunnen we niet over één kam scheren? Nee, ik kan niet over één kam scheren. Nee, dat is ook zo mooi, vind ik zelf. Want het is voor iedereen zo'n uniek verhaal. Dus met al ons talenten hebben we zo'n ander gesprek. Het is voor de één begonnen al toen de persoon 18 was. Ja. En helemaal de ban was van Queens. En toen zelf gewoon eens gaan proberen. Op heel veel podia's heeft gestaan. Kleine barretjes in Amsterdam. De anders op latere leeftijd begonnen. We hebben mensen die, bijvoorbeeld een van onze queens, Abby Oh My God, die komt uit Brazilië. Die heeft een heel uniek verhaal, want die komt uit een best wel arme achtergrond. Komt uit de favela's. Ja. En tenminste, uit het hele arme rijk. Ik durf niet nu met zekerheid zeggen of het favela was. Maar, ja, precies. Arme buurt. En weet je, dus als je daar uit de kast komt, hoe is dat dan? En dan word je ook nog queen. Zijn ze allemaal gay? Die met ons werken wel.
En we hebben ook een talent, bijvoorbeeld die is non-binair. Dus zijn ook weer niet allemaal mannen. Het is ook... Er zijn ook vrouwelijke drag queens. Absoluut. Ja, absoluut. En je hebt dus mensen die drag king zijn, kan ook. Oh, dat kan ook? Ja, dus vrouwen of mannen die ook nog meer als king gaan. Non-binaire personen die als king gaan. Dus alle vormen zijn mogelijk. En dat is zo mooi aan drag. Ja, dat snap ik. En tegelijkertijd denk ik dan... aan de ene kant zie je een wereld waar steeds meer vraag is... naar diversiteit en naar inclusiviteit. En, ja. Aan de andere kant zie je een wereld die steeds zwart-witter wordt. Die steeds misschien wel gevaarlijker wordt voor dat soort mensen. Hoe zie jij dat? Ontstaat er juist meer ruimte om jezelf te zijn en te doen wat je wil en te uiten wat je wil? Of ontstaat er juist een wereld waarin daar minder ruimte voor is? Oh, dat vind ik een hele goede vraag. Want ik heb het idee dat het is heel duaal. Dus er is veel meer ruimte op in de media voor inclusie. Ja. En dat geldt, in ons werkveld gender, seksualiteit is veel opener. Mm-hmm. En mensen worden ook geprezen omdat ze uit de kast komen. Omdat ze eindelijk eerlijk zijn over op wie ze vallen. Wat hun gender is. Dus dat wordt echt ontzettend geapplaudiseerd. Mm-hmm. Tegelijkertijd krijg je ook door media veel meer weerstand. Dus mensen kunnen veel meer zien wat iemand doormaakt, ook kritiek hebben. Ja. Dus ik heb het idee dat het beide meestijgt. Dus als er meer mensen naar buiten komen en zeggen... dit ben ik echt, mm-hmm. waar dus nu meer plek voor is... Mm-hmm. komt er ook meer kritiek. Mm-hmm. Maar dat komt volgens mij altijd een beetje hand in hand. Want je krijgt sowieso die weerstand in het begin als er iets nieuws is. Ik denk niet dat per se iets slechts is. Nou ja, het is natuurlijk, weet je... de vijandelijke benadering die zit ook vaak in pure projectie natuurlijk. Want dat is natuurlijk wat jou ook aantrok volgens mij. Hè? Dat jij in een soort van keurslijf zat. Compleet, ja. En dat soort types gewoon echt scheid hebben en zichzelf zijn. En dat niet alleen, dat ook nog eens een keer op een redelijk heftige manier uiten. Ja, zeker. Dat was wat jou raar. Want wat deed jij precies? Waar zat je? Echt in de corporate hoek? Ja, ik heb ooit politicologie gestudeerd. Hm. Nou, de politiek ging zeker niet in op dat moment, want dat trok ik echt niet. Mm-hmm. Ik was veel te commercieel. Yeah. Ik wilde juist heel veel dingen uitvinden. Ik wilde ondernemen en ik kwam best wel snel in sales terecht. Een mannenwereld. En ik merkte al redelijk snel dat ik of als meisje echt werd neergezet... of dat ik me in ieder geval zo moest gedragen. Anders werd het een beetje gek. Mm. En met hoe groter bedrijf ik ging werken, hoe meer ik ook een beetje in de pas moest gaan lopen. Dus wel jurk aan, hakken aan, veel make-up en gedraag je vooral en zeg niks geks. Dus ik voelde me inderdaad heel erg in een keurslijf zitten. En ik merkte dus bij mensen om me heen dat zij dat ook hadden. Dus als ik mijn ervaring uitsprak, dat mensen zeiden... ja, weet je, ik wil inderdaad, als ik mezelf ben, ben ik veel creatiever en ben ik opener. Dan kan ik echt goed verkopen. Dus ik begon heel erg op te kijken tegen mensen en dus de queens vooral ook... die wel helemaal zichzelf durfde te zijn. Want vaak is het echt durven nog. Hè? Ja. Het is heel makkelijk om in de pas mee te lopen. En als meisje, om je als meisje te kleden... of als jongen je als jongen te kleden... en je ook zo te gedragen en schattig mee te doen. Mm. En op een gegeven moment was ik er zo godvergeten klaar mee. Ja. En toen ik begon met ondernemen... toen ging ik dus juist veel meer van die rolmodellen opzoeken. En dat is ook een beetje mijn persoonlijke missie geworden. Dus die rolmodellen wil ik naar het licht brengen. Want die hebben mij ook zo geholpen. Ja. Dus ja. Zijn die drag queens waar jij mee werkt, zijn er mensen die daar fulltime echt hun business van maken? Of is het altijd iets wat ze erbij doen? Want het is voor hun een soort van, moet ik zeggen, optreden. Of een soort van, het is gewoon optreden wat ze doen. Ja. Zijn er ook tussen die dat echt fulltime, die daar een living mee maken? Of is het altijd erbij? Nee, de meesten maken een living ervan. Ja? Ja. De meesten die met ons werken. Maar dat is ook hoe we zijn gestart. We wilden in eerste instantie met mensen gaan werken... die al zodanig professioneel waren dat ze zeiden... ik heb echt iemand nodig die helpt. Ja. En toen zijn we later ook mensen gaan aannemen... die startend waren, maar wel heel veel ambitie hadden... en waar we heel veel in zagen ook. Okay. Dus de meesten doen het fulltime. Ja. Maar die hebben dus het is gewoon een kuttijd nu. Die leven toch in, natuurlijk is online, kan het een en ander doen. Maar ja. Dit zijn natuurlijk gasten die leven van de podia. Ja, en dat is het nare. Kijk, we hebben nu een oplossing met die online events. En die zijn waanzinnig leuk. En dan zijn ze ook echt in hun element. Ja. Dus weet je, mensen thuis zijn er blij mee. En de queen zelf ook. Maar ze willen natuurlijk het allerliefst gewoon weer terug op het podium. En helemaal nu dat het programma net is geweest, Drag Race Holland, waar een aantal van die meiden in zaten. Zij horen nu op tour te zitten in Amerika. Ja. En voor honderden mensen op te treden. Ja. En weet je, in super vette tv-shows zitten. En het is allemaal een beetje
matig. Dus dat maakt het zo zuur. Dus we houden ze wel bezig en aan het werk met dingen. Maar is dit hun passie en wat ze normaal gesproken echt willen doen? Nee. Nee. Hey, maar dan laten we maar een oproep doen. Hè? Want hier kijkt ondernemend Nederland kijkt naar dit soort gesprekken. Dus wanneer moet ik nou jullie gaan bellen? Zeg maar vanuit, ik ben ondernemer, ik heb een bedrijf. Wanneer moet ik jullie bellen? Je moet ons bellen als je een uniek evenement wil organiseren online. Ja. Dus we bieden iets wat eigenlijk niemand kan bieden. En dat is entertainment dat je nog nooit hebt gezien. Dus als je iets leuks wil doen met je team, bel ons. Maar bijvoorbeeld ook als je zegt, ik wil een unieke workshop gaan geven. Bijvoorbeeld, ik wil mensen een keer een cursus zelfexpressie geven. Ja. Daar staan we ook voor open, hebben we ook wel eens gedaan. Dus vooral als je een heel gaaf online event wil doen, dan kan je ons bellen. Is het duur? Nee, is niet duur. Nee? Nee. Dan moet je ons even bellen. Dan gaan we alles vertellen. Ik hoop voor jullie dat de wereld weer snel open gaat. En dat de queens zich kunnen verspreiden over de hele wereld. En tot die tijd heel veel succes met al je online dingen. Dankjewel. En dankjewel voor het kijken naar weer een gesprek hier op 7DTV. En als je hebt geluisterd naar de podcast, dankjewel voor het luisteren. En vind je dit leuk en wil je meer gesprekken zien of horen, abonneer je dan op ons podcastkanaal of op ons YouTube kanaal. Voor nu, dankjewel voor het kijken. Hoi.